word je een minder gestreste werknemer. Dit is de Universiteit van Nederland. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dames en heren, ik wil het heel graag met u hebben over werkziekte nummer 1 in Nederland. En dat is stress en burn-out. En dat is helaas een vrij groot probleem in Nederland. Want het blijkt dat ongeveer 1 op de 3 verzuim, dus 1 op de 3 mensen die thuis zitten, zitten thuis vanwege te veel stress. Nou, ten eerste, het feit dat er zoveel gestreste medewerkers zijn, kost Nederland ongelooflijk veel geld. Het is berekend dat het jaarlijks zo'n 1,5 miljard euro kost. Maar los van het financiële aspect is het ook een drama voor de mensen die het betreft. Het is gewoon heel erg als iemand gestrest is en om die reden ook thuis komt te zitten. Als ik een niet-wetenschappelijke definitie van stress zou mogen geven, dan is stress eigenlijk het verschil tussen wat je wil en wat je kan. Dus je wil iets op het werk, of je wil iets ook buiten het werk, maar in dit geval binnen het werk. Je wil iets, maar het kan niet. Op het moment dat je stress hebt, moet je daar weer van herstellen. Je moet op een of andere manier weer tot rust komen. Maar als dat niet lukt, dan kunt u in een situatie terechtkomen die heet een burn-out. En een burn-out, de kenmerken daarvan is dat u heel erg vermoeid wordt. Dat u een gebrek heeft aan energie. Dat u heel erg cynisch wordt over het werk. Dat u het idee heeft van, nou, het is toch allemaal helemaal niks. En dat u ook bang bent voor uw eigen incompetentie. Dat u eigenlijk het idee heeft van, ik kan het eigenlijk niet. En dat zijn de drie elementen die bepalen of u nou eigenlijk een burn-out heeft. Op het moment dat u een burn-out heeft, en de vraag is natuurlijk van wat zou je daar nou tegen kunnen doen? En die twee elementen waar we dan naar kijken, die ik zojuist eigenlijk al niet wetenschappelijk noemde, maar die ik nu wetenschappelijk zal duiden, is dat je aan de ene kant werkeisen hebt, datgene wat het werk van u vraagt, en u heeft, zoals dat mooi heet, hulpbronnen. En met werkeisen bedoel ik de werkdruk. Of als u een heel fysieke baan heeft, moet u heel veel tillen. Heeft u interpersoonlijke conflicten, heeft u bijvoorbeeld een hele vervelende baas. Of baanonzekerheid, dat zijn dingen die op u afkomen in het werk. De hulpbronnen zijn bijvoorbeeld, heeft u wel feedback over of u nou wel goed bezig bent? Heeft u wel sociale steun? Bijvoorbeeld van uw collega's, heeft u het idee dat u gesteund wordt? Of ook van iemand thuis? En heeft u ook de ruimte om zelf in te kleden wat u nou eigenlijk moet doen. Want als u dat niet heeft, leidt dat ook heel erg tot stress. En ik ben organisatiepsycholoog en zo af en toe doe ik opdrachten voor organisaties. En laatst werd ik ingehuurd bij een bedrijf waar mensen heel veel stress hadden. En ik sprak daar met een leidinggevende. En die man die had ongelooflijk veel stress. En ik ging met hem het gesprek aan van wat zit je nou eigenlijk dwars? En dat duurde maar. En wij praten en er kwam van alles uit en wat hem dwars zat. En op een gegeven moment kwamen we eigenlijk tot de conclusie van waarom doe je eigenlijk dit werk? En wat je ziet bij professionals zoals juristen of bij specialisten in het ziekenhuis, dat ooit iemand heel goed was in zijn werk en dan beter wordt en beter wordt en beter wordt. En op een gegeven moment worden ze de baas. Je kunt je voorstellen, deze man, het klinkt een beetje oneerbiedig, die was heel goed in het bestuderen van het pantoffeldiertje. Het pantoffeldiertje, voor de mensen die niet weten wat het is, dat is een microscopisch klein diertje. Dus die man was heel goed in het bestuderen van dat diertje. Die werd beter, beter, beter. En op een gegeven moment werd hij hoofd daarvan. En het gevolg is dat je je beste specialist bent kwijtgeraakt en dat je er een slechte leidinggevende voor terug hebt gekregen. Maar op het moment dat je met iemand praat die heel erg gestrest is op het werk en je gaat zoeken naar een oplossing, moet je dus kijken van, zit het hem nou in die hulpbronnen of zit hem nou in de eisen die het werk aan die persoon stelt? Vraag 1, dat is de meest radicale ingreep die je zou kunnen plegen als psycholoog, als je iemand gaat helpen, is dat je zegt, joh, ga alsjeblieft wat anders doen. En ik kan u zeggen, ik heb ze in de afgelopen 15 à 20 jaar heb ik ze allemaal voorbij zien komen. De leraar die een hekel had aan leerlingen, de politieagent met straatvrees en de arts die bang was voor bloed. Ik heb ze allemaal voorbij zien komen. En in dat soort gevallen, vraag dan gewoon eens door van, weet je zeker dat dit iets is wat je wil? Of ben je dit gewoon gaan doen omdat je ouders het nou zo leuk vonden, of omdat je op feestjes wilde zeggen dat je manager was in die nieuwe leaseauto? Of is dit echt iets wat je leuk vindt? Als je het niet leuk vindt, dan kan iemand soms weer helemaal opbloeien als hij wat anders gaat doen. De belangrijkste conclusie is dat je iets moet doen. Je moet iets gaan veranderen. Je kunt zich voorstellen, even voor de studenten hier in de zaal die nog niet werken, op het moment dat je in een relatie zit, dus ook in een intieme relatie, als er iets niet goed is,
dan moet je er wat aan doen. Dus je kunt wel een weekendje weggaan naar Salau of zo. En dan terugkomen en dan hopen dat het beter is. Maar dat is, bij relaties is dat niet zo. En dat is op het werk eigenlijk precies hetzelfde. Dus waar zijn we achtergekomen in onderzoek? Dat mensen die gestrest zijn en op vakantie gaan, die komen terug. Nou, dan ben je dus dan helemaal in om vooral heel veel te reizen en dan lekker weer op te laden. Hè. Vitamine V heet dat. Ik weet niet of het bestaat, Erik gaat dat zo misschien nog uitleggen. Maar het idee dat je dus van vakantie je werkstress kwijt kunt raken, dat is maar zeer beperkt waar. Want je komt terug in die arbeidsrelatie en het probleem doet zich nog steeds voor. Dus dat helpt eigenlijk niet. Wat ook niet helpt, is iemand die een burn-out heeft en die thuis gaat zitten en die niks gaat doen. Ja, dat werkt eigenlijk helemaal niet. Ja, dus mensen die in één keer thuis zitten, die voelen zich vaak alleen nog maar ellendiger. Dus als je een burn-out hebt, moet je eigenlijk zo snel mogelijk terug in je werk of naar een andere baan. Dat is dus de meest radicale oplossing. Of je gaat terug naar een andere, naar je eigen baan. En dan gaan we op zoek naar de vraag, waar zit het hem nou in? We weten dus in de organisatiepsychologie, wat mijn vak is, we weten dat mensen die gestrest zijn, die een burn-out hebben, dat je die niet helpt door niks te doen. Maar we weten wel dat het zo is, maar we weten niet waarom het zo is. We weten niet waarom mensen nou zo nodig andere activiteiten nodig hebben om toch goed te kunnen worden, terug te kunnen komen in hun werk. Maar degene die dat wel weet, is degene die in het brein zou kunnen kijken. Is degene die kan verklaren waarom stress nou, hoe zich dat nou in het brein afspeelt. En wie stress zegt en het brein, die zegt natuurlijk Erik Scherder. Kinder, dank je. Ja, hoe werkt dat nou? We moeten eigenlijk eerst heel even terug naar het stresssysteem vanuit het eerste college. Omdat we colleges apart zijn. We gaan even kijken naar die hersenstam en naar die locus ruderus. Daar hebben we het over gehad. Ik herhaal nog heel even, het staat nu in één keer erin. Die locus ruderus, dat weet u nog, dat is een kern die aan de bron staat, die aan het begin staat, het bron is van noradrenaline. En u weet wel, als u een beetje aroused bent, een beetje gestrest bent, dan voelt u de adrenaline door uw lijf gaan. Dat komt uit die locus ruderus vandaan. Die locus ruderus die activeert daarmee met die prachtige opstijgende banen een van de andere gebieden en dat is de hippocampus. En de hippocampus, als ik het u zou vragen, wat is de hoofdfunctie daarvan, dan zou u zeker zeggen, geheugen. Helemaal terecht ook. En leuk, het andere element van dat hele verhaal is, en ook heel leuk is, dat door die beginnende stress, die wat acute stress, dat ook een ander gebied actief wordt, dat is de hypothalamus. En die kent u waarschijnlijk van het feit dat hij aan het begin staat van de stressas. En die stressas die produceert uiteindelijk via uw bijnieren een belangrijk hormoon, een stresshormoon, en dat stresshormoon heet cortisol. Wat waanzinnig dat u dat gewoon weet allemaal. En dat cortisol, die gaat een beetje met een loepje en die gaat naar de hippocampus, daar zitten receptoren op en daar gaat die cortisol op zitten en die hippocampus wordt actief en u gaat beter onthouden. Maar het leuke is ook dat die hippocampus uit zichzelf remt op de hypothalamus. Dus u houdt uw stress onder controle. Vindt u het nog steeds helder? Ja. Maar nou gaan we naar de chronische stress. De hypothalamus die gaat overwerken. Die produceert alsmaar meer cortisol. Die cortisol die gaat naar de hippocampus. Ik heb u verteld, die gaat op die receptoren zitten. Maar als er heel veel cortisol is, dan kan de hippocampus het niet meer aan. Dus die receptoren die gaan minder goed functioneren. Aha, maar de hippocampus remde op de hypothalamus. En als de hippocampus gaat dysfunctioneren, dan gaat hij minder goed remmen op de hypothalamus. Dus wat ontstaat er? Een vicieuze cirkel. Namelijk, de hypothalamus gaat steeds meer cortisol produceren. Vindt u het helder? Ja. Dat is meteen al een enorm element van die chronische stress. En, u weet, de hippocampus, heeft u zelf fantastisch verteld, speelt een essentiële rol bij geheugen. Dus het is heel logisch dat u bij chronische stress ook merkt dat u cognitief gezien, dus met geheugen bijvoorbeeld, het toch minder goed doet. Wellicht weet u niet meer hoeveel processen u per jaar afhandelt. Dat zou kunnen, dat weet ik niet zeker. Maar dit is niet het enige van het verhaal. Er is meer over te vertellen. En je wil natuurlijk toch een klein beetje beperken, maar ik onderschat u absoluut niet. Dus we doen nog één circuit erbij. Lijkt u dat leuk? Ja. Nog een circuit erbij? Wauw, ik ook. Dus dat komt heel goed uit. En dat circuit dat start daar in die prefrontale cortex. Dus in de frontale, op voorzijde van het brein. U weet wel, echt misschien een van de meest belangrijke structuren. Die prefrontale cortex. En wat doet die? Die doet heel veel.
maar die heeft onder andere een remmend effect op een andere kern. En die kern heet de amygdala. U ziet, die zit heel dicht bij de hippocampus. En die twee werken ook heel nauw samen. Mag ik u vragen, want het is vaak heel bekend onder de mensen, wat de hoofdfunctie is, of waar denkt u aan als u hoort iets over de amygdala? Waar denkt u aan? Angst, heel goed. Emotioneel geheugen. Het feit dat u dingen die u emotioneel beleefd hebt, u onthoudt u veel en veel beter. En dat komt omdat de amygdala samenwerkt met de hippocampus. De amygdala is bekend om zijn emoties, zowel positieve emoties overigens, maar ook negatieve emoties. En de prefrontale cortex, die frontale lob, die remt altijd bij u en bij mij, als het goed is, op die amygdala. En wat betekent het? Het volgende. Kijk, ik heb in mijn leven, ik ben ouder, ik heb in mijn leven, ben ik mensen kwijtgeraakt. Mensen die ik mis. Dat doet me verdriet. Heeft me verdriet gedaan, kan me ook nu nog verdriet doen. Ik sla dat verdriet op in mijn brein, mede dankzij die amygdala. Ik heb teleurstelling gekend, heeft me ook verdriet gedaan. Ik sla het op. Toch sta ik hier niet te huilen. Ik hoop het niet voor u, maar ik neem aan dat dat voor u ook geldt. Dat u verdriet heeft gekend of misschien verdriet heeft. U slaat het ook op in uw brein, mede dankzij die amygdala. Toch zit u ook niet te huilen. En een verklaring is daarvoor dat die prefrontale cortex, die frontale lob, die remt keurig af op die amygdala. Vindt u het helder, de lijn? Maar die amygdala, als je die de kans geeft, als die wat actiever wordt, en dat kan, als die frontale lob wat minder goed functioneert, en waardoor gaat die frontale lob wat minder goed functioneren, u voelt hem aankomen, door chronische stress. Dus u ziet dat van twee kanten uit, zowel vanuit de hippocampus op de hypothalamus, maar ook vanuit de prefrontale cortex op die amygdala, gaat de remming er een beetje af. Vindt u nog te volgen, dames? U moet even reageren. Is het helder? Maar dat is een belangrijk punt. Want die amygdala krijgt, doordat die remming wat wegvalt, krijgt die amygdala de kans om zich te uiten. En dat merkt u ook. Als u chronische stress heeft, heeft u misschien cognitief bent u wat meer kwetsbaar. Maar misschien wordt u ook emotioneel iets labieler. Ik bedoel dat in hele positieve zin. Maar u huilt of lacht misschien wat sneller dan anders. U heeft misschien wat meer last van negatieve gevoelens. En dat is logisch, want die amygdala krijgt de kans. En het erge nog, zeg maar, als ik het zo mag zeggen, is dat die amygdala dus activerend werkt op die hypothalamus. Dus het gaat alsmaar door. En nou denkt u misschien, oké, dus er zijn verbintenissen die steeds zwakker worden. Zijn er dan ook nog verbintenissen die sterker worden? Ja, er is een verbintenis bijvoorbeeld met de kleine hersenen. Tussen de amygdala en de kleine hersenen. Juist bij chronische stress zie je dat die verbintenis sterker wordt. Maar die kleine hersenen, dat cerebellum, die is nou juist heel erg belangrijk voor angstgevoelens, voor angstbeleving. Nou, dat krijgt u er dan nog eens bij, zeg maar. En er is nog een verbintenis, mijn laatste dan, hè, voor nu, is dat er een verbintenis ontstaat, die is er, maar sterker wordt, tussen de amygdala en, volgende plaatje, de insula. U ziet, dat is dat rode streepje hier aan de zijkant van uw slaapkaf. Als het een beetje optilt, die slaapkaf, een beetje wegpelt, dan komt u in de insula. Ik zou het u niet aanraden, maar u begrijpt, dan kom je wat dieper in dat brein. En de insula is fantastisch, want die insula die vertegenwoordigt onze meest interne innerlijke gevoelens. Maar ook heel belangrijk voor onze autonome reacties. Dat betekent dat u hartkloppingen kunt voelen, u kunt gaan zweten, u heeft gebrek aan eetlust. Dat zit allemaal verweven bij die insula. Vindt u het nog steeds helder? Dus er zijn gebieden die ontremd raken, er zijn contacten die sterker worden. Hoe wat kunnen we dan doen? Nu de positieve kant van dit verhaal. Bent u in voor een beetje positiviteit, ik hoop het. Die frontale lob, die wil je eigenlijk activeren. Die wil je aanpakken. Want dan gaat hij beter remmen. Beter remmen op die amygdala. Mee eens of niet mee eens? Ja, dat wil je. En waar reageert die frontale lob op? Op nieuwe dingen doen. Wat Kilian al aangaf. Hè? Neem weer wat uitdagingen aan. Ga niet in datzelfde procedure door. Beweeg. Oh, fantastisch. Hè? Om dat te doen. Sorry, ik weet niet hoe ik erop kom op dit idee op dit moment. Maar bijvoorbeeld ook luister naar muziek. Bijvoorbeeld, muziek kan u helpen, omdat muziek, ja, dat is fantastisch. Improvisatie bij muziek. Welk type muziek is met name ideaal voor ze improviseren? U roept het? Jazz. Yes. En nou wil het toeval dat Kilian met al zijn talenten ook nog eens virtuoos piano speelt. Kilian, mag ik jou even uitnodigen? Ja.
Laat onze frontale lob spatten, Kilian. We kunnen meeklappen als u wilt. Mediale, binnenzijde, frontale lob. Heerlijk. Voelt u hem kloppen een beetje? Fantastisch. Nou, alles bij elkaar genomen vraag je natuurlijk af. Als je nou kijkt naar die werkvloer en stress. Is het dan zo dat die stress, die chronische stress, toch bij bepaalde persoonlijkheden meer kans maakt dan bij andere persoonlijkheden? Daar gaan we nou in het derde college met elkaar naar kijken.